Hallo mensen, welkom terug in Valiant Hearts The Great War. We gaan verder waar we natuurlijk de vorige keer zijn gebleven. We zijn Emil. Ik had bijna Freddy gezegd, maar we zijn Emil. En we gaan Freddy, Walt en een vreemde man gaan we redden. Oh, dat was niet de knop die ik wou drukken. Daar komt hij hier omlaag. Ik hoorde een schreeuw. Maar dat... Ja, ik hoor Freddy schreeuwen. Dat is nu zeker weten. Ik heb natuurlijk deze kasten al eerder ook opengemaakt. Waar ik dacht van, hé, misschien zie ik toch nog iets. En ik denk dat ik hier iets moet pakken. Nee, oké. Hoe ga ik dit doen? Oké, ik ben nu voorbij hem, maar nu verder heb ik dan toch wat moeten pakken. En ik ben één ding sowieso vergeten. En dat is een timer zetten, zoals gewoonlijk. Dus die zet ik nu. Oh, wacht. Ik kan hier nog omhoog. Oh, daarboven is weer iemand levend. Maar dat had ik toen ik Freddy was al gezien. Dat ze hier iets weg kon graven. Toen dacht ik nog. Oh, Emil kan hier gewoon langs. Maar ja, dat was ik vergeten. Oh, dit gaat niet helemaal goed hier volgens mij. Oh, hallo Van Dorf. Hoi. Ja, hou het toch vol. Nee, ik dacht al dat dat niet zoet zou gaan. Huh? Waar moet ik dit heen gooien? Heen gooien. Ik krijg pas over een minuut krijg ik pas een hit. Kan ik dit weer gebruiken? Ik denk het wel. Want nu kan ik hem denk ik hier tegen aangooien. Nee. Oké, ze zijn dood. Ja. Ik had gehoopt dat ik deze video's ongeëdit zou kunnen laten. Zeg maar dat jullie dan alles te kunnen laten zien. Maar ik vrees dat ik nu toch wel wat moet weg gaan knippen. Omdat jullie anders mij heel vaak zien falen, verwacht ik. Oh! Ja! Ja! Yes! Hopelijk is één genoeg. Nee dus. Hoi Van Dorf, ren maar weg. Ja, ren maar heel gauw weg. Voorwaarts, march. Oh. Oké. Ja. Heel dramatisch dit. Dat is niet zo'n kleine ontploffing ook. Jeetje. Nou, het fort is kapot.
Maar... Despite the fort's partial destruction, oh. The Germans held their position. The mission was a failure. Hmm. Dat is niet zo goed. Is het afgelopen? Wat? Oh, hoofdstuk 3. Gedesillusioneerd. Ik weet niet wat dat woord was. My darling, war has taken away a very dear friend. He was like a brother to me. Wie is dood? And his death affects me much more than I could imagine. In happier news, Carl is safe from the trenches, and his condition improves steadily. Is Freddy dood? I'll see him on my next leave. And what about you? How are you? Are things in St. Miel any better? Carl discovered things were not, in fact, any better. According to Marie's last letter, his son had fallen gravely ill. Hey-o. Carl had come to a decision. This war would never end. He had to escape. Okay. Maar is Freddy nou dood? Of denkt Emil alleen dat hij dood is? Wat me niks zou verbazen. Ja. Ik snap dat we dat nodig hebben en daar ligt het. Ik dacht dat je iets anders ging zeggen. Als jij vlees hebt, ga je daar weg. 8 mei 1916, krijgsgevangenenkamp Frankrijk. Ik zie hier worstjes. Ik weet dat de Asta erbij. Wat heb je nodig? Ik zal ook van daar stuk vlees. Ik weet niet wat jij wat ik met jou moet gaan doen. Jij hebt kruiden of zo nodig. En dan kan ik hier langs. Dan ga ik maar op zoek naar kruiden. In elk geval, ik denk dat het kruiden zijn. Hij is ziek. Ja, je hebt medicijnen nodig. Wat? Nieuw dagboek vrijgespeeld. Oké, dit is een lange tekst. En dus het einde van het kamp. Oké. Wordt er iemand behoorlijk in elkaar gescholden? Hij heeft water nodig. Dat denk ik. Dat kan ik denk ik hierboven oplossen. Ja. Oh god. Ja. Oh, daar lag gewoon al de hele tijd iets. Oh, nee, die toch. Oh. Ik moet het hier naar beneden zien te krijgen, maar... Hoe, dat weet ik niet.
Nu gaat het gewoon in een cirkel. Ja, hint. Het water moet naar buiten. Oké. Dat heb ik nu. Het maakt me even niet uit dat jij water nodig hebt. Daar is denk ik niks. Oh. Het was kapot. Ik moest het eerst repareren. Ja, dat verklaart. Maar het klopt nu waarschijnlijk nog steeds niet. Nee, dat dacht ik al. Oh, wacht. Nee. Goed gemaakt. Goed gemaakt. Zo. Water! Nu kan ik er langs, maar daar heb ik niks aan. Oh! Bretels! Ik denk dat ik die aan iemand moet gaan geven. Ik weet alleen niet aan wie. Daar ligt iets wat hij... gozer nodig had. En ik denk dat ik daar zo'n rood lintje voor moet hebben. Want iedereen die daar was had zo'n rood lintje. Ja, ik doe het maar even een rood lintje. Iedereen had een rood lintje. Dus ik denk dat ik die nodig heb om erin te komen. Dat rode lintje lag bij de man die eten nodig had. Die de ziekenboeg nodig had. Om op de ziekenboeg te komen heb ik vlees nodig, maar voor het vlees heb ik de pijp nodig. Oké, ik heb geen idee meer. Dit gaat niet werken. Oké, ik weet niet hoe ik dit moet gaan oplossen. Ik zal nog even verder kijken of er iemand bretels nodig gaat hebben. Nee, van jou kreeg ik de bretels. Nou ja, kreeg. Jatte ik de bretels. Knoten auf der Klaus. Ich wälgerte als dabei. Naar wie moeten deze bretels? Dat is iets wat ik gewoon echt niet snap. Oh, wacht. Er zat nog een man hierboven. Hij krijgt bretels. Geef mij een zoeken box koffer goedje macht, zei hij. Ja. Die had ik hier nodig. Oh, er is was. Goedje macht. Zo, gooi het er maar in.
Goed gemaakt. Zo, nu heb ik dat. Oh. En nu kan ik er hier achter in. Maar moet ik eerst hierheen lopen om naar achteren te komen. Ja, het is wel heel veel gepuzzel hoor, deze game. Maar goed, het is leuk. Het is nog steeds een goede game. Alleen, ja, soms kunnen ze wel even meer uitleg geven, vind ik. Oh, nu mag ik er opeens langs. Oh, wat vreemd. En dan heb ik nu een pijp of zo. En dan kan ik die pijp geven aan degene bij het vlees. Ja. Zo is dacht ik al. Oh, dat ik dit kapot moest gooien. Om het vlees omlaag te krijgen. Oh nee, ik wil zeggen, ik kan hier nog verder naar achteren, maar dat is niet nog verder. Alsjeblieft, hondje. Ga maar eten. Dan pak ik deze. De volgende schoorvuur. Hij is verliefd erop. Tijd. Oké, ik denk dat we gaan ontsnappen. Ik laat het alleen hierbij. Het is weer ongeveer een kwartier geweest. Ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken. En ja, verwacht volgende week weer een nieuwe Valiant Hearts video. Ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken. Ik zie jullie allemaal weer in de volgende video. Ciao.